Hallo, kijk zo niet tegen. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Rollercoaster de Tycoon 2 met Ido. Bonjour. Zijn we in Frankrijk? Volgens Ido wel. Maar ik ben in ieder geval weer terug in dit elektrische veld. Het veld vol met elektriciteit, ja, denk ik dat ze in ieder geval. Electric Field. In ieder geval, deze aflevering zitten we sowieso. Even te kijken, want we hebben dan waarschijnlijk het doeleinde behaald. Wat we eigenlijk nodig hebben. Minimaal parkwaardering van 600. Nou, 922 en 700 bezoekers aan het einde jaar van oktober, jaar 2. Het is nu 23 juni. Dus ik zeg, doorpompen die shit. Huh? Pompen met dat geld, jongen. Weet je wat? Ik ga een miniatuurspoor wegmaken. Waarom? I don't know. Of iets anders. Dan ga ik een botsautootje plaatsen. Ik ga de spiraal gaan zetten. Zo, dat is wel heel erg spiraalachtig. Geen commentaar. Waar zal ik hem neerzetten? Ik zet hem gewoon mooi hier neer. En ik heb weer een lekkere nette visualisatie. Fijn! Woe! Nou, ik doe het er maar mee. De bezoeksaantallen stijgen nog steeds. Dat is lekker. Dat is mooi. Maximaal aantal personen, zoveel mogelijk. Nou, de spiraalgeglijbaan mag van mij wel 1 euro, want zo speciaal vind ik het niet. Nee, gewoon op 1,50 houden. We gaan het zien. En dan mogen ze 1 keer glijden van mij. Ido, dat is het maximaal aantal personen. Dat is niet hoe vaak ze mogen gebruiken. Want dat had ik gewoon op 5 gezet, zodat er zoveel mogelijk. Enkele rit per intree. Ze mogen voor 1,50 één keertje glijden. Kijk, daarom had ik hem naar 1 euro gezet, maar oké. Okay. Ze vinden het meeste duur ook nog niet, ze doen het gewoon. Ach ja, het gaat in ieder geval zo bij mij regenen en we hebben een stalen achtbaan. Hey, bij mij trouwens ook. Nou, dat is helemaal top. Het regent, dat pannen niet worden, dat. Wat betekent toekomst, jongen? Ik pak een nieuw informatiekiosk. Ja, roep me. Ja, paraplu, 20 euro, jongen. Oh. Oh ja, mensen beginnen gelijk spontaan van die informatiekiosk fucking paraplu te kopen. Dat was het mij, ik wil hebben. Ik kan hebben. Jij niet krijgen. Oké. Okay. Ik vraag me eigenlijk af wat het volgende park is nadat we deze hebben. Een park? Ja. No shit! God. Doe wat mee? Echt dat pinapparaat, maar die echt gewoon massaal gebruikt, joh. We moeten gewoon een geldpest eronder zetten, zo ongeveer. Nou, weet je wat? Als een van de laatste attracties ga ik een boomstamattractie maken. De wat? De boomstamattractie. Go your gang. Alleen heb ik wel ergens een locatie nodig waar het een beetje fijn en handig is om te doen. Lempen. Oeh, ik weet het. I got it. Ga ik deze muurtjes alvast even weghalen? Waar? Dat zie je vanzelf wel. Oh, daar. En dan gebruik ik
het schuurtje als de wachtrij. Deels. Maar dat kan. Ja, dan gebruik je die schuur ook tenminste nog een beetje. Normaal zie je de trekker zien. Dat klopt. En het waait een beetje buiten, zo te horen. Met een beetje bedoel ik een beetje veel. Oeh, ik kan nog wel een actiefoto gedeelte erbij zetten. Dat is helemaal top, hé. En dan vol deze kant op. Ga jij nou weer doen? Wat zijn dat voor suikerblokken? Goed voor je tanden. Ja, nee, dat lijkt me niet. Net zoals de Big Mac. Dat is gewoon lekker. Weet je wat ik bedoel? Voor een euro. Hè? Huh? Dat was gisteren voor een euro. Klopt. Ze hebben de mensen bij de Mac wel moeite mee gehad, denk ik. Wat hebben ze vandaag eigenlijk? Kip 20 voor 5 euro. En wanneer hebben ze de McFlurry's dan? Weet ik niet. Waar ga ik er weer naartoe? Vorig jaar was het gewoon keihard aan het sneeuwen. Was ik de McFlurry's aan het halen? Hier een kijk van, hè? Ja, ik wil alleen nog dat om McFlurry's te halen. Ja, nee, dat kan. Zie je niet vaak, maar hey, kan. Opverdomme, wat een past denk ik. Echt zo'n IDO-actie is dat hoor. Gewoon midden in het. Iedereen zit binnen om te koud kleumen. Ga ik ijs halen. En jij komt zo aan van. Hier, neem ijs. Ja, hij zat toen midden in een project, dus iedereen zat heel erg aan te kijken. Ik zat op school ijs te eten. Iedereen zat te vergaan van de kou. Zo van. Dat is zo koud. Ik had even een t-shirtje. Wij aan het zweten van de hitte. En ijs weg te knabbelen. Jij wel weer. Ja, je gelooft het niet. Maar ik heb het niet snel koud. De centen begrijpen het ook gewoon niet. Hoppakee. Hey, Mark, je vergeet één ding. Huh? Je hebt een rotatiesegment erin gebouwd, maar je moet een keer terugroteren. Ido, kijk eens goed. Kijk eens heel erg goed. Volgens mij heb je een bril nodig. Maar in mijn view kon ik het niet zien, maar er zat een achtbaan in de weg. En er. Ido, wat is dat voor wegblokkade? Heerlijk zoiets. Kom, we gaan een wegblokkade maken. Nou, dan moet je vooral proberen. Nog gewoon de. Zijn niet genoeg bootjes? Vast wel. Oh, je kan er maximaal 21. Boedie, boedie, boedie. Ja, precies. Eigenlijk best wel savage. Echt, op dat stukje waar ook wachtrijen staan, heb ik gewoon zo'n afdaling. Dus als die dan weer op zo'n recht stukje komt. Lekker sploesh, water naar beneden. En die Walibi ook. Als je dat bij de. Er staat naast de uitgang. Naast de. Bij die boot die attractie. Dan gaat zo'n boot ook naar beneden toe. En als de wind net verkeerd staat, kijk je constant die volledige lading over je heen. Heerlijk. Ja, weet je, als het 30 graden is, maakt het er echt geen ene drol uit. Ja, maar als het 5 graden is, dan. Maakt het uit. De 1300 bezoekers. Er zijn genoeg bezoekers. Het staat als goed van achteraan. Zullen we gewoon een klein feestje geven? Voor React X? In Rollercoaster Tycoon? Ja, roep maar. Ik heb hem nou wel goed ingesteld, voor 5 seconden.
Wat mij betreft mag je hem open donderen. Oké. Okay. Mark, die ene... Nee, stop. De ene rotatiesegment werkt helemaal niet eens. Wat? Oké. Okay. Die eerste. Ze gaat te hard namelijk. Oh. Ik pas je achtbaan wel aan. Oh, jij doet het. Oké, okay, top. Heel fijn weer. Nou, zo gaan we losgooien. Joh. Nou heb ik het. 2 euro is te goedkoop. 6 euro. Ach ja, die bootjes die draaien vanzelf alweer wat is de volgende keer. Doorheen komen. Dan heeft de eentje gewoon vooruit plezier en de ander in achteruit. Toegangsprijs 20 euro en mensen gaan erin. Zijn je gestoord? Nee, ik maak steeds geen grap. Kijk eens hoe duur het is. Die mensen zijn dus compleet gestoord. €20! En mensen gaan erin! Ik weet niet wat ik hiervan moet zeggen. Hebben die bezoekers 1 miljoen op de bank staan of zo? Ik denk het. Maar ik denk dat het wel veel beter is om het wat goedkoop te doen. Want er gaat niet veel mensen in. Maakt niet uit, we maken winst erop. Oké. Okay. Er kunnen toch maar 4 mensen in een bootje? Ja, maar er zijn wel 21 bootjes, dus 21 keer 4. Reken maar uit hoeveel mensen erin kunnen. Ja, maar de mensen moeten ook een stuk lopen. Boeien? Dus we maken, zolang er wat mensen in de wachtrij blijven staan. Ik bouw volgende achtbaan, want we moeten geld weggooien. Weggooien nog wel. Echt, ik al overige geel. Ah, zoiets. RIP headphone users. Ja. Oh no! Advertentiecampagne voor Opfoppen versie 2.0 is afgelopen. Oh my god! What the fuck ben jij vanaf aan het maken? Beetje aparte plaats voor midden in zo'n bomengebied. Maar hey! Boomgaatje. I'll take it. Oh, dit wordt dan wat. Bitcoin dikker is kapot. Klein achtbaantje. Klein. Oh, maar gelijk 2 kaartjes. Ja, dat is helemaal berekend, hè? Dat geluid dat die achtbaan nog maakt. Als hij de ketting even oppraat. Ja. Langzaam het pochtje door.
Toen kwam hij ze heel hard te gaan. Nee. Hij doet het. Exactly. And that's the most important thing in life. The more you know. Nou, we hoeven alleen nog maar de maand september en oktober door en dan hebben we het al. Then we have done it. Wee! En het gaat opweren zo dadelijk. Is het mij niet, wij hebben walking. Oh nee, een band is in de wachtrij, maar de wachtrij is afgesloten, buddy! Circus! Och. Perfecte attractie. Ja, die ga ik bouwen. 10 euro voor een ritje in deze achtbaan. Afzetter. En mensen gaan erin. Die hebben we dan weer bericht te sturen op Discord. Ja, nee, fijn. Ik hoor het zelf toch. En ik dacht dat ik mijn streamermodus aan had staan. Lijkt dus niet zo te zijn. Dankjewel, Discord. Wordt gewaardeerd. Maar wat loopt met de berichten te sturen dan? Huh? Ik heb ook niet gered in een bericht. Ik heb geen idee wie het eigenlijk was. Thanks. De enige vriend die online is, ben jij. Voor de rest ben je een... Zo, circus staat aan. Open. 11 euro intree voor deze achtbaan. Vind ik duur zat. Echt een prikkie. Deze achtbaan heeft genoeg geld gekost. Dus... je snel kunnen terugverdienen. Zoiets. Check dat doek goed, jongen. Echt, hè? Kijk, als we dat geld gewoon zonder lening bij de volgende park hadden... Net zoals als je bij bijvoorbeeld Prison Architect hebt of zo, dat als je een gevangenis verkoopt, dat je het geld ervan krijgt... Dat zal dan wel chill zijn. Maar dat zal wel veel makkelijker zijn, klaar. Ja, maar weet je, zo'n moeilijkheidsgraad wordt het hele spel wel weg. Precies. Oh nee, ik zat even te kijken bij die schroefachtbaan. Daar gaat natuurlijk nog bij mij niemand in. Vanwege dat het aan het regenen was. Dat was zo van. Doet hij het nou zo slecht of wil ik het erbij? Ligt gewoon aan jou. Oké, en als er mensen eruit komen, dan zet ik er ook nog even EHBO post neer. Want ik zag twee mensen die fucking misselijk waren die dan. Ik denk van, dan is de hulp. Ja, nee, bedankt voor het bericht. Graag gedaan, hè? En mijn streamersmodus staat wel eerder geactiveerd, behalve ik hoor nog steeds berichten. Discord is gebukt, jongens. Paniek! Zelf snel rechtop. Misschien valt het nog mee. Echt waar. Snap je hem? Gebukt. Heel erg grappig. Zou een hangtaslang wel goed helpen om iemand op te kunnen hangen? Denk het. Just try it. We will see each other later. Nou, oh, die attractie doet het wel lekker goed hoor. Wie wat? Wat deed het goed? Die schroefachtbaan. Ja, maar waar moet je hem indraaien dan? In het moederbord! Zo vol doorheen. Bij de impersleutel. Hè? We hebben echt een heel klein park. Klopt. Die echt wel heel volgedrukt is.
Ja, echt. Eén kant is vol gedrukt en de rest wordt eigenlijk totaal niet gebruikt. Zo van, ja, dat hoeven we toch niet gaan werken. Ik zat er nog wel over na te denken om daar misschien ook een attractie in te gaan lopen. Nee. Is het niet waard? Precies. Nee, je hoeft niet te gaan blazen. Je hoeft geen blaastest te houden. Dan komt toch uit dat ik chronisch dronken ben, maar... Ja, oké. Okay. Nee, dat valt op zich wel mee. Valt nog wel mee. Alleen die chocolade, chocolaatjes met kersen erbij in. Oh, van een kersenlikuur. Nee. N-E-E. Dus dat betekent ja. Ja, Mark. Altijd goed opletten wat je zegt bij mij. Och, meen je dat? Maar het is bijna klaar. Ja, nog één maand gaan. Uno momentos. Nou, weet je wat? We gaan nog een achtbaan. Ja, doe maar. Och, precies daar in die paar gebeuren. In de modderige boel. Precies, je moet altijd een achtbaan bouwen in kleigrond. Goed idee. Iedereen denkt van... Oh, we hebben toch wel genoeg geld. Precies. Ja, we moeten het toch opmaken. Maar ik denk ook niet dat we meer terugkomen bij de spawn. Denk ik. Nee, zo'n idee had ik dus ook al. Naar verticale dropjes erin. Oh god. Fotootje. Spookhuis. Ja, die ga ik maar maken. Echt, jij bent gewoon bezig met de achtbaren. En met de meeste klassieke shit ooit. Maar wat vind ik altijd de eerste attractie die jij bouwt in rollercoaster? Ik weet niet. Nou. Voor de shits en giggles, ik heb een spookhuis precies bij de ingang gepleurd. Past dat nog wel? Ja, dat past! Je kunt zeggen wat je wil, maar het past hoor! Hop, open. Hoe kun je nuttig gebruik maken van de ruimte die je daar hebt? Nou, ik wil er nog een spookhuisje bij kunnen. Nou ja, gooi er gewoon een achtbaan neer. Zo'n kleine mini-achtbaan. Nee, maar wat een extreme achtbaan. Valt best wel mee. Valt best wel mee, ja. Mm-hmm. Ik zou hier gewoon ingaan. Het gaat regenen. Nou, bij mij is het bewolkt. Het is 6 oktober. Paniek! Hij kan heftig deze achtbaan. Weet je? Ik wist alleen de loopings. Ja, ik ook. Nou, zo te zien haalt hij het. Easy. Easy. Lemons. TV, hè? Wee! Maar hij is wel goedgekeurd. Ik vind van wel. Ik vind van niet. Hij is nog te goedkoop. Gierig.
Gierig? Nee, dat is niet gierig. Ik zeg, hij is te goedkoop. Afzetten. Ook niet. Hij is alleen voor te goedkoop gebouwd. Ben je geen afzetter? Maar daar staan we bekend om. Oh. Ja, dat is een iets ander verhaal, maar... In ieder geval, we zitten bijna aan het einde van de maand. Dat betekent dat we het gaan halen. Heel fijn, niet beschikbaar. Wat is niet beschikbaar? Plezierwaarde. Kip. Maar dat is nog bij het einde van de maand. Dan gewoon die wachtrij bouwen. Ja, en 30 oktober... Precies. Hé, 30 oktober komt er nog een rustige attractie. Die ga ik plaatsen. Dat is de laatste attractie. Dat is wel komisch. Cool. Oh ja, precies de dag ervoor. Ja. Nog even een attractie. Of ik hem afkrijg, is ten tweede voor dat we het hebben gehaald. Maar dat ben ik niet uit. Ah joh, wat maakt het uit? Toekomst is toekomst. Precies. Nou, hier kan ik makkelijk een tientje voor vragen. De eerste heuvel is de hoogste heuvel. Die tweede is de ene hoogste. Zoiets. Oh nee, verticale draaimolen, 2.0 is kapot gegaan, partie. Helemaal maar de klote. Oh, je hebt twee treintjes nu. Ja. Nice. Helemaal maar de klote. Je wordt helemaal bijna 100 euro uitgegeven in ons park. Gewoon echt €62,50 aan 10 attracties. Jeepig. Gewoon gemiddeld €6,25 per attractie. Is die wel gezond? Oh, spooktreinkarretjes. Nee, die ga ik niet bouwen. Dat was zo'n simpele attractie was dit, zoals de spookkast of zo. Nee. Dat is iets van die schepen muur gebeuren, je weet wat. Die koekhuis of zo. Zoiets dacht ik. Ik het over de koekentoos heb. Hebben die nog helemaal niet? Nou ja, maakt toch niet uit. Bouw maar. Die hebben niet eens. Gewoon bouwen. Dat kan niet. Jawel, ik kan het toevoegen aan het scenario. Nee. Ido, moet je nog een emotioneel bericht kwijt? Voordat... Ja. Nou, vertel. Nee, goed zo. Ik ga dit park missen. Al deze bezoekers. Die 1400, bijna 1500 bezoekers. Ik ga jullie allemaal missen. Oké, zo kan niet alweer. Acteer skills, een team. Moet je even voor de internet plakken, dat stuk. Ik echt, what the fuck. Ja, iedereen gaat denken, what the fuck. Het gaat nog regenen, de laatste dagen ook nog. De laatste dag gaat regenen. Ja, weer maar niet. Oh, maar mij niet, fuck it. Maar het maakt niet uit. F7 voor de veiligheid. Spooktrein, wat de fuck is dat voor een attractie? Oh, dat ding. Oh ja, de laatste dag is hier gegaan. Nou, Nido is er een begin aan het maken. Hey! We have done it. Je hebt je doelstelling bereikt met een bedrijfswaarde van 2000. Het begint te regenen. 1000 en 8 euro. Nou, top. Nou, in ieder geval, dit was weer onze aflevering.
ik hoop het leuk vonden. Geef like en abonneer even op ons kanaal. En dan zie ik je de volgende keer weer. Later. Cheers.